Ja, vrijdag moet je er op tijd zijn, hè? Ja, José James, om 3:30 al. Volgens mij beginnen ze ook wat eerder dit jaar, heb ik het idee, dan andere jaren. Maar wel gaaf, José James met Bill Withers Tribute. Ja. Met groot orkest. Ja, cool. Heel gaaf. Met een Nederlands orkest. Ik zit even met die oude artiesten, want jij hebt Anita Baker op je lijstje staan. Dan hebben we natuurlijk Hall & Oates, we hebben Toto, Gladys Knight, heb ik nooit gezien. Gladys jij wel? Knight, ja, is te gek. Is aanraden? Ja, zeker. Ja, doet, een paar jaar geleden was ze er ook. Heel veel, alle oude hits. En goed bij stem nog, was erg leuk. En Anita Baker dan? Die heb ik nooit gezien, maar daar ben ik wel heel benieuwd naar. Die wil ik wel heel graag zien, vrijdagavond ook. Ik zit eens te kijken wat er nog verder... Heb je ooit van Tank and the Bangas gehoord? Nee. Dat is op zaterdag. Dat is echt... Ja, ik heb het nooit live gezien. Alleen, ik ken het alleen van filmpjes, maar dat is volgens mij echt een sensatie. Het is ook in een kleine zaal, moet je op tijd bij zijn. Wat spelen ze dan? Ja, het is een hele nieuwe band. Ze gooien allerlei stijlen door elkaar. Vooral die zangeres, die frontvrouw Tank, ja, is echt een... Tof. Fantastisch mensen. Zaterdag Jamie Cullum is ook altijd leuk. Die maakt er altijd een feestje van. Zeker. Over Toto twijfel ik een beetje zaterdag. Ik heb ze ook al. Het zijn topmuzikanten, hè, van Toto. Maar zeker. Ik heb ze wel eens gezien. En dan was het wel een beetje belegen, is het wel of niet. Maar ik ben wel benieuwd wat ze op een jazzfestival doen. Want ze staan nu op een jazzfestival. Ze hebben nog wel eens gezegd dat ze dan allemaal moeilijke akkoorden gaan spelen. Je verwacht echt iets totaal anders. Nee, ik weet het niet. Maar ik heb ze nooit gezien. Ik wil wel even gaan kijken, toch? Ze gaan toch een hit spelen, is leuk. Mijn topdag is zondag. Voor jou ook, of niet? Ik heb zondag wel heel veel op mijn lijstje staan. Janelle Monáe 's avonds. Ja, is leuk. Lauryn Hill. Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat dat echt een R&B-sensatie wordt. Hoor. Jaren 90, zij vertelt haar verhaal. Echt zo'n powervrouw, volvechter van gelijke rechten. En dan gaat ze dat album. Het is 20 jaar na haar echte debuutalbum, The Miseducation of Lauryn Hill. Dus ze gaat dat hele album daar ook integraal spelen. Ja, daar ben ik spelen. Wel heel benieuwd naar. Dat en of tof. Ze bij stem is, want ze heeft ook wel eens slechte dagen volgens mij. En één tip, is wel pittig hoor, maar Kamasi Washington. Maar jij bent er zondag? Ik ben er zondag zeker. Neem ik je mee naar Kamasi Washington. Dat is, daar kun je daarna rustig bij komen. Dat is om 4:15 al. Hij is een saxofonist en ik heb hem afgelopen jaar live gezien. Dat alsof er een stoomwals over je heen rijdt werkelijk. Dat is fantastisch. En sowieso naar de Congo, hè, naar de tent buiten, toch? Daar stoomt het altijd vanaf. Ja, daar vinden de optredens plaats. Ja, zeker. Dus daar sta ik ook de halve dag. Nou, heel veel plezier op Noordzee Jazz namens Sublime. We hopen je iets te hebben geholpen, maar wij vinden het ook nog allemaal te veel om op te noemen. Gewoon een hele luxe positie. Veel plezier!